Gratineren. Gratineren dient om een lekker korstje te krijgen. Voor gratineren kun je paneermeel gebruiken, kaas of ook broodkruim voor het korstje. Je kan het met verschillende gerechten doen. Wij gebruiken nu aardappelpuree en een toastje met gesmolten kaas. Verdeel het paneermeel over de aardappelpuree. Doe er dan wat blokjes boter over en zet in een oven op ongeveer 180 graden en bak totdat je een mooie krokante korst krijgt. Strooi de kaas over de toastjes. Zet dan even in de oven totdat de kaas gesmolten is. Zo makkelijk is gratineren.